Welkom alle UvA'ers, alle volgers van Folia en uiteraard ook welkom weer Geert en Dam, CVB-voorzitter. Het is al, ik denk, de vijfde keer dat wij met elkaar praten over hoe het in deze moeilijke tijden met de UvA gaat. Welkom weer Geert. Dank. Het is de week dat in Den Haag de versoepeling van de coronamaatregelen in een soort stroomversnellingtje zijn gekomen. Dat is mijn omschrijving hoor. En daar zijn best wel wat vragen over te stellen. Wat mij opviel, Geert, bij die persconferentie, was dat er niet heel veel ruimte was voor het hoger onderwijs. Zag jij dat ook zo of heb jij daar een ander idee over? Nou, ik was eigenlijk alom gisteren en ik merkte die opluchting ook naar de hand om me heen, ook in kranten en social media. Ik was zo blij dat er überhaupt weer ruimte komt. Weet je, weliswaar vanaf 15 juni, eerst nu natuurlijk het PO, het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, maar vanaf kappers tot enzovoort. En nou, dat is toch heel erg bemoedigend. Dus die boodschap nam ik mee. Er is überhaupt heel weinig gezegd over het hoger onderwijs. Er is volgens mij één zinsnede, en ik miste hem nog bijna, gezegd we gaan na 15 juni nader kijken. Ja, en we kunnen het ook even hebben over de UvA zelf. Want jullie hebben vandaag ook weer op de UvA-site een paar veranderingen aangekondigd. En een paar nieuwe, nou ja, verruimingen toch van de maatregelen. Even kort toch nog Den Haag, als je ziet inderdaad, je noemt het zelf al, basisonderwijs, speciaal onderwijs, maar ook mbo werden expliciet genoemd. Waarom duurt het zo lang voordat het hoger onderwijs aan de beurt is, denk jij? Ik denk dat dat eigenlijk om een paar redenen lang duurt. Bij ons zijn een groot deel van, nou, zeker als je aan hoger onderwijs, aan colleges denkt, is echt grootschalig. Nou, dat is op dit moment heel erg lastig. Ik denk dat het ook te maken heeft voor een belangrijk gedeelte met het openbaar vervoer. Want we hebben ook in de voorbereiding voor de verruiming die we nu zelf intern gaan doen, is laten kijken wat komt er nou eigenlijk naar de UvA op de fiets. En ja, wat komt er met de tram, de metro en de trein? En dan blijkt zo pak een beet van studenten, medewerkers, en dat is een schatting, zo'n 40% met de fiets te komen. En die andere 60% is dus afhankelijk van het lokaal, het openbaar vervoer, lokaal dan wel nationaal. En dat betekent dat je dat goed moet regelen, wil je bij ons de deuren breder open kunnen zetten. Nou, daar hebben we contact over, inmiddels ook met Sharon Dijkstra, de wethouder van de gemeente Amsterdam. En zij heeft op haar beurt weer heel nauw contact met de Rijksoverheid als het gaat om de NS enzovoort. En dat is ook iets wat je natuurlijk met nou, Amsterdam breed, met de andere kennisinstellingen moet doen. Want het gaat natuurlijk in die zin niet alleen om UvA-studenten. En dat zijn met medewerkers al heel veel reisbewegingen. Maar ook om de VU, ook om de HVA. En ik denk zelf dat dat eigenlijk de grootste bottleneck is. Afgezien van collegezalen hè, met 200 mensen. Ja, dus je kunt zelf wel doen, maar je bent toch afhankelijk van andere grote partijen. Ja. In dit geval, ja. Voor mijn geruststelling, we staan nog wel voldoende op de kaart in Den Haag als het om de universiteit en het hoger onderwijs gaat, zeg jij. Ik denk het wel. Laat me in ieder geval zeggen dat ik geen enkele aanwijzing heb dat dat niet zo is. De VSNU nu voert echt nauw overleg, ook met de OCMW en die weer in het kabinet. Dus ik denk dat dat wel is. Ik denk wel dat de situatie als het basisonderwijs gewoon urgenter was. Nou, weet je, dat kan. Ja, nou heeft de UvA toch vandaag, en met vandaag bedoel ik misschien wel gisteren als dit online komt hoor, maar donderdag toch een paar dingen, een paar verruimingen aangekondigd. Kun jij zeggen wat daar de belangrijkste van zijn, Geert? Nou, het belangrijkste is dat we, en dat past ook binnen het service, zo heet het service document van OCMW, dat we vanaf aanstaande maandag onderzoeksactiviteiten weer klein, ik bedoel, blijft echt klein hè, nog, weer gaan opstarten. En dan gaat het om onderzoeksactiviteiten ja, die echt op de campus moeten geschieden. Waarvoor je dus niet een thuisalternatief hebt. Want thuiswerken blijft echt de komende weken nog de norm. Nou, daar gaan we weer de mogelijkheden voor openlaten binnen de faculteiten. Nou, denk dan aan labactiviteiten, denk aan... Nou,
kleinschalig proefpersonenonderzoek. Gaan we inregelen met die 1,5 meter afstand op een veilige manier. Altijd toestemming nodig van de leidinggevende. En dat doen we omdat we op die manier ook vinger aan de pols kunnen houden van om hoeveel mensen het op welk moment binnen welke panden gaat. Want die hele stroom moet je natuurlijk enigszins reguleren. En verder, maar dat hangt, komen we direct wel op onderwijs, hè? Maar dat hangt, dat was ook mooi wat gisteren genoemd werd, dat ook een Allard Pierson Museum en ook de bibliotheek meer kunnen gaan opstarten. Nou, daar zijn we echt ontzettend blij mee. Ja, dat zijn natuurlijk ook belangrijke voorzieningen. Dus we zullen iets meer verkeer van mensen in ieder geval gaan zien op de campussen. En dat gaat dan om hele kleine groepjes of misschien zelfs 1-op-1 onderzoek bijvoorbeeld. Waar je zonder fysiek contact gewoon niet verder mee kan, neem ik aan. En dat gebeurt onder dezelfde stringente voorwaarden. Zo, ik werk ook vaak hier op de campus. Aanmelden bij de portier, pasje halen en zorgen dat de UvA weet wie er in de pand is. En dan misschien fijn om nog even toe te voegen, Altan, dat we ons vervolgens ook samen met de decanen gebogen hebben, waar we dan binnen de grenzen die we hebben prioriteit aan geven. En dat is het dan toch ook wel echt eerst voor PhD's en postdocs die slecht thuis kunnen werken en in de afrondende fase van hun onderzoek zitten. Dus we hebben een prioritering gemaakt. En vervolgens pas je dat dan in de beschikbare ruimte en kijk je waar je nog ruimte hebt voor andere dingen. Ja, dat is duidelijk. Als mensen het terug willen zien, kunnen ze ook op de UvA-site bij de updates over de coronamaatregelen alles nog eens op een rij terugzien. Toch weer even terug naar het wat landelijkere beeld. Ik hoorde de rector van de Universiteit Maastricht, Rianne Letschert, nogal zware woorden spreken. Zij had het over het feit dat ze vermoedt dat sommige universiteiten wel eens om zouden kunnen vallen als dit zo doorgaat. Heb jij dat ook gehoord en wat denk je daarvan, Geert? Ik heb haar gesprek ook gehoord en ik denk eerlijk gezegd niet dat Rianne het zo letterlijk en acuut bedoelde. Wat ik wel heel duidelijk gehoord heb en wat wij ook delen is de zorgen die ze uiten over de financiële consequenties van de universiteit op de korte en op de lange termijn. En ik hoorde haar ook de zorg uitspreken voor minder internationale studenten. En ook dat moet je te plaatsen wel in de context van Maastricht. Daar zijn veel internationale studenten, hè, natuurlijk. Exact. Meer dan op de UvA nog. Ja. Maar ik heb haar niet gehoord dat er vandaag of morgen een aantal universiteiten failliet verklaard zouden worden. Nee, misschien is dat uit de context toch zo geciteerd. Maar je deelt dus wel de zorgen die ze over het algemeen heeft, ook als het gaat om onderzoek, ook als het gaat om de derde geldstroom, namelijk bedrijven die samen met universiteiten ook onderzoek doen, die zorgen deel jij wel. Ja, het zijn natuurlijk ook voor de universiteiten in financieel opzicht zware tijden. En dat gaat om onderzoek, het gaat om extra maatregelen, het gaat om extra onderwijsondersteuning. We hebben besluit genomen, ook al tijden terug en nu nog eens herijkt, extra ICTO-mensen erbij om zoveel mogelijk ondersteuning te bieden. Ja, dat kost allemaal geld. Ja. Een ander ding dat meer op de UvA, in ieder geval onder studenten, speelt, ook weer deze week speelde dat weer wat extra op, is dat proctoring, oftewel de online surveillance bij tentamens. Daar zijn toch echt nog veel grote zorgen onder studenten over. Daar hebben wij het ook al eerder over gehad. Ik begrijp dat er nu ook een petitie online is waar best veel studenten hun handtekening hebben ondergezet. Zijn die zorgen voor jou terecht of wat vind jij daarvan, Geert? We hebben van begin af aan gezegd dat we die zorgen snappen en dat we die uiterst serieus nemen. Dus het heeft wat ons betreft ook echt een aantal weken geduurd, omdat we de tijd wilden hebben er zorgvuldig en grondig naar te kijken. Eerst, en dat vertelde ik vorige keer, een aantal pilots gedaan bij de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Ja. Vervolgens hebben we nu een besluit genomen. En ik vraag die studenten allemaal ook om echt even heel goed te kijken naar de condities waaronder we dat gedaan hebben.
We hebben gezegd, het gebruik van online proctoring mag in tentamens waarvoor er geen alternatief is. Mm-hmm. We hebben het besluit genomen dat het alleen in deze periode mag. En als we deze methode van, deze software voor tentaminering, online tentaminering, in andere situaties daarna willen gebruiken, vergt dat een nieuw besluit. Dus we hebben heel duidelijk er een hek omheen gezet. We hebben ervoor gezorgd dat de beelden versleuteld zijn. Ook voor niemand anders zijn in te zien dan voor onze eigen mensen. Dus alleen zichtbaar bijvoorbeeld voor leden van de examencommissie. Zij beoordelen of er sprake is van fraude. Dat doet dus niet een of andere applicatie of een software. En we hebben ervoor gezorgd, en dan gaat het echt om de privacy dingen, dat de beelden, de data opgeslagen worden voor maximaal 30 dagen op Europees grondgebied. Dus niet buiten Europa, want dat is altijd echt een zorg. Goede voorlichting voor studenten, vastgelegd dat als er op deze manier met tentaminering gewerkt wordt, dat die voorlichting 2 weken in ieder geval van tevoren bij studenten moet zijn. Dat er een proeftentamen moet zijn waarin ze even kunnen wennen aan die manier van tentamineren. En ook kunnen bepalen of hun situatie, hun laptop, hun wifi-verbinding zich daartoe leent. En we hebben heel nadrukkelijk gedefinieerd en daarmee zijn we echt heel zorgvuldig geweest dat mochten er persoonlijke omstandigheden zijn en die hebben we niet gedefinieerd, met opzet niet, die het moeilijk maken of onmogelijk maken om het thuis te doen, dat de mogelijkheid is om het tentamen binnen de UvA on campus te komen doen. En dat loopt dan via de examencommissie. Dus we hebben ook nog een escape geformuleerd. Ja. Over die escape gesproken. Zou het kunnen zijn dat je, omdat het kabinet ook aankondigde dat vanaf 1 juli wellicht bijeenkomsten met 100 personen zijn toegestaan, dat je daar in die maand nog extra ruimte creëert voor studenten die dat proctoring echt niet willen of het thuis niet kunnen, zoals jij het net omschrijft, om dan toch nog een paar tentamens gewoon hier op de UvA met een veel grotere groep af te nemen? Wordt daar ook af van? Maar we hebben 2 zaken geborgd. Student waarbij de persoonlijke omstandigheden het onmogelijk maken of in de weg staan. We hebben hem zo geformuleerd om het thuis te doen. Die kunnen naar de campus komen. Daar hoeven we niet voor op 1 juli te wachten. Dat kan ook nu. Die opt-out regeling is er. En we hebben gezegd, het is voor tentamens waarvoor geen alternatief is. Nou, ik hoor je zeggen, als het weer wel zou kunnen, ja, dan is er dus een alternatief en dan zien we dan weer verder. Maar laten we daar nu niet op vooruit lopen. Dan toch ook even weer het fysieke onderwijs. Er is 1 faculteit, namelijk economie en bedrijfskunde, die heeft gezegd, mede vanwege de internationale studenten, gaan we ook na de zomer in het eerste semester nog wel door met online onderwijs. Weet jij of andere faculteiten dat ook gaan doen? Hoe is dat verder bij de UvA? Nou, wat de FEP heel duidelijk in folia, ook nog eens door de decaan Han van Dissel toegelicht, gezegd hebben is, we gaan online doen, maar als het mogelijk is om kleinschalige activiteiten op de campus te doen, om samenwerking te bevorderen voor inclusie of voor specifieke projecten, dan gaan wij dat natuurlijk ook doen. Maar ze hebben gezegd, we willen de continuïteit van ons onderwijs borgen, ook voor hun internationale studenten, door in ieder geval te zorgen dat je het programma ook online kan blijven volgen. En ik zeg dat zo nadrukkelijk, omdat dat niet hetzelfde is. We gaan het tot januari online doen en verder niks, punt. Nee, dat heb je eigenlijk ook wel eerder al een paar keer gezegd. Waar het kan, waar het mogelijk is, proberen we dat te regelen. En we gaan niet zomaar zeggen tot de zomer of tot misschien wel januari alles online. Dat is niet waar je... En je ziet dat zo'n beta-faculteit ook juist naar de mogelijkheden zoekt om labwerk en practica te continueren. Dus die gaan veel eerder ook fysiek waar het kan. Ja. Dus we laten het ook heel nadrukkelijk binnen onze algehele UvA-kaders aan de faculteiten, aan de opleidingen over. En de UvA-kader is waar we weer fysiek onderwijs kunnen doen, gaan we dat doen. En waar we online
onderwijs blijven geven? Gaan we dat doen, al dan niet in combinatie, maar in die volgorde? Ja, de VSNU heeft een nieuwsbericht geplaatst, vandaag geloof ik, donderdag, met een soort slogan, on campus als het kan, online omdat het kan. Dat vind ik wel een ingewikkelde. Misschien is het wel een kandidaat voor een van de slechtste slogans van, ja, maar dat zijn mijn woorden. Maar in een bepaalde vorm zeg jij dat toch ook. Als het kan, gaan we echt van alles mogelijk maken, maar stap voor stap en niet alles tegelijk. Beide kanten op niet. Als laatste wil ik jou vragen hoe jij het volhoudt. Want ook voor jou is het crisis en hard werken en alles op afstand. Hoe hou je jezelf een beetje fit en bij de les? Dat is een leuke vraag. Ja. Door af en toe mijn benen hier in huis te strekken, de trap op en af te rollen. Nou ja, bewegen is goed. Ja? Ja. Maar vooral ook, wij lopen elke avond zo'n 8 à 10 kilometer. Weet je, je moet toch bewegen. Met dus we wandelen heel veel. En dat is lekker. Oké, dat doe je met een stappenteller of gewoon hetzelfde rondje? Nee, zo'n stappenteller is aan mij echt niet besteed. We hebben een geweldige app ontdekt, het Noord-Hollands Wandelnetwerk. Bij Landsmeer, bij Den Ilp, de Diemerpolder. En we zoeken zo'n wandeling uit die zo'n aantal kilometers heeft. En die gaan we gezellig lopen. En die stappen, weet je al dan... Eentje meer of minder, maakt niet uit. Dan hebben de vaars toch weer een tip gekregen om ook aan jezelf te denken, want dat blijft natuurlijk belangrijk, om gezond te blijven. Voor jou ook veel gezondheid de komende dagen. Veel succes ook met je werk. En tot de volgende keer, Geert. En Altan, hoe blijf jij fit? Nou, precies hetzelfde. Alleen ik zoek het meer in het zuiden van Amsterdam. Dus langs de Amstel is ook heel leuk. Wandelen en hardlopen. Lekker. Oh ja, want jij Paste was de afstand. Marathonman. Ja, op gepaste afstand. Dat wel. Joep, hi. Oké, dankjewel. Dag.